Hoi, welkom bij Lottie. Vandaag wil ik het over de lesmanstanding hebben. Ik denk dat een aantal van jullie al hebben gezien op mijn social media accounts dat ik 22 juni 6 uur lang op een paal boven water ga staan. Maar waar doe ik dat nou eigenlijk voor? Dat wil ik jullie in deze video gaan uitleggen. Waar het voor staat, welk team ik zit. Nou, nu ga ik eigenlijk al... laat ik me gewoon beginnen, de lesmanstanding. Ik ga in ieder geval 6 uur... lang op een paal staan tijdens evenementen, lesmanstanding. Dat doe ik omdat ik bewustwording wil creëren voor mensen met depressie. En ik sta daar niet alleen. Nee, ik sta gewoon 300 mensen. We hebben 300 palen in het water. 300 mensen staan daar eigenlijk allemaal met een eigen verhaal. En dat is echt super. Wat we daar nog meer doen, is dat we geld ophalen voor het goede doel. Voor Mind, Stichting Mind. Stichting Mind gaat daarmee voorlichtingen geven aan de jongeren. En waarom is het nou zo belangrijk? Een hele grote generatie jongeren dreigt psychisch ongezond op te groeien. Te maken met schooldruk, social media. Dat kan van alles zijn, hè? Ik bedoel, je kan zomaar op een dag gewoon ook een trauma oplopen. Waar je gewoon echt heel veel last van kan hebben. Oké. Dat is eigenlijk het doel, dus dat we zoveel mogelijk geld willen ophalen daarvoor. Want Mind gaat daarmee de Young Academy starten op scholen, waarmee eigenlijk voorlichting worden gegeven aan jonge mensen. En het bespreekbaar maken, dat is punt 1. Het is zo belangrijk. Als je je niet goed voelt, als je bang bent of als je gewoon in je hoofd last hebt van dingen, als je in je lijf last hebt van dingen, van angst, van stress, van spanning, om het erover te hebben met iemand. En dat is zo belangrijk en ook zo moeilijk. Ik denk dat als je gewoon op één plek werkt, zoals ik, dat mensen je gewoon kennen en dat mensen op een gegeven moment aan je kunnen zien van, hey, het gaat niet zo goed met je, dat dat makkelijker is. Maar als je op een school zit waarbij je elk uur van een andere leraar les hebt, en je verliest of je verzandt een beetje in de crowd, om het zo maar te zeggen, dan moet het toch uit jezelf komen. En dan moet je toch ergens een veilige plek vinden. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat mensen door de bewustwording, dat de schaamte eraf gaat. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En dat is in ieder geval waarom ik het ook heel belangrijk vind. Om daar te gaan staan en te zeggen van, hey, het maakt niet uit. Hey, het is oké. Ik kan ook een luisterend oor voor je zijn. En dat kan je buurman, je buurmeisje. Dat kan allemaal. En dat moet ook. Dat moet gewoon. Hoe zeg je dat? Meer vanzelfsprekend worden. Dat we elkaar moeten helpen. En dat een luisterend oor of een hey, ik ben er voor je. Of hey, als je bang bent, kan je me bellen. Dat kan al zoveel verschil maken. En helaas zijn er gewoon heel veel jongeren die denken dat ze er alleen voor staan. Of dat ze de enige zijn die psychische klachten ondervinden. Of sommige mensen hebben er eigenlijk niet eens door dat ze depressief zijn. En dat is best wel lastig. Als je dat niet zelf doorhebt, hoe kan je dan goed hulp vragen? Of hoe kan je dan... Waar haal je handvaten vandaan? Weet je, dit kan alle gevolgen van dien hebben voor jonge mensen. Ook voor oudere mensen trouwens, maar nu gaat het voor jongere mensen. Daarom sta ik dus onder andere 6 uur lang, dat is de bedoeling, max 6 uur, op een paal boven water. Dat doe ik niet alleen. Ik maak deel uit van een team van 8 personen. Ons team heet Hope is the only thing stronger than fear. En wij zijn een team. Echt super. Wij zijn eigenlijk allemaal verbonden met de Gouden Zon, de zorgboerderij waar ik werk, Leefgemeenschap, zorgboerderij. En we gaan er gewoon voor. Wil je ons helpen ons streefbedrag te halen of zelfs voorbij het streefbedrag te gaan? Dat zou echt heel tof zijn. Dat kan. Ik doe een link. Als je deze video op YouTube kijkt of Facebook, doe ik een link onder de video zetten. En dan kan je doneren. Dat kan al vanaf €5. En ik ga jullie natuurlijk na de 22e ga ik jullie laten weten hoe het is gegaan. Want het is echt een klein paaltje. Echt 2 voetjes passen er net op. Je mag niet plassen, 6 uur lang niet. Maar ik denk dat het gewoon de sfeer, het verhaal, iedereen staat daar met zoveel motivatie. Dat we gewoon, ja, ik denk dat het een hele bijzondere ervaring is. En ik hoop echt dat zoveel mensen hier je baat bij gaan hebben. Dus doe iets waar je je
toekomstige ik je dankbaar voor zal zijn. En help ons mee met dit doel. Nou, bedankt voor het kijken en tot ziens.